Welkom bij de presentatie van het Philips Museum over 150 jaar röntgenstralen. Ik ben Jan Hofman en zal u in een vogelvlucht schetsen hoe de medische röntgentechniek zich ontwikkeld heeft na de ontdekking van het röntgenstralen door Wilhelm Conrad Röntgen op 8 november 1895. De presentatie bestaat uit 3 delen. Om te beginnen vertel ik iets over de personen Wilhelm Röntgen en Albert Bouwers. In het volgende deel ligt de aandacht op de ontwikkeling van de röntgenbuis. En het laatste deel legt de nadruk op het detecteren van röntgenstralen en de gevolgen van de digitalisering. Wilhelm Conrad Röntgen werd op 27 maart 1845 geboren te Lennep in Duitsland. 3 jaar later verhuisde het gezin naar Apeldoorn, waarschijnlijk omdat zijn moeder, die Nederlandse was, heimwee kreeg naar Nederland. Na de privéschool van meester Van Doorn ging Wilhelm naar de Technische School in Utrecht om zo naar de Academie van Civiele Ingenieurs in Delft te kunnen gaan. In het laatste kwartaal van het tweede jaar werd hij echter van school gestuurd, omdat hij niet wilde zeggen welke medeleerling een karikatuur van een leraar op een kachelscherm getekend had. Nadat hij vervolgens afgewezen was voor de toelatingsexamen voor de Universiteit van Utrecht, liet hij zich daar als toehoorder inschrijven, zodat hij nu wel kon studeren, maar jammer genoeg nog geen examen doen. Daarom ging hij op advies van een vriend naar de Polytechnicum in Zürich en tot zijn grote verbazing werd hij daar zonder toelatingsexamen direct toegelaten. In 1868 studeerde hij af als werktuigbouwkundig ingenieur en een jaar later promoveerde hij tot dokter in de natuurkunde bij professor Kunte aan de Universiteit van Zürich. Tot 1875 was Röntgen assistent van professor Kunte. Om vanaf 1875 werkzaam te zijn als hoogleraar in Hohenheim, Straatsburg en Gießen. Toen hij in Gießen werkzaam was, werd hij in 1888 gevraagd door de Universiteit van Utrecht om opvolger te worden van Buys Bellot als hoogleraar in de natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht. Maar zijn vrouw zag het niet zitten om naar Nederland te gaan. En in plaats hiervan ging hij naar de Universiteit van Würzburg. Hier deed hij zijn grote ontdekking, waarover hij slechts 3 artikelen gepubliceerd heeft. Röntgen heeft ook nooit patent aangevraagd op zijn vinding. In 1901 kreeg hij de Nobelprijs voor de natuurkunde. En de hierbij behorende prijs, geldprijs, heeft hij geschonken aan de Universiteit van Würzburg. In zijn testament had hij bepaald dat na zijn dood alle aantekeningen die hij tijdens zijn experimenten gemaakt had, verbrand moesten worden. Albert Bouwers werd op 23 mei 1893 geboren te Dalen in Drenthe. Na zijn afstuderen in Utrecht begon Bouwers in 1920 op het natuurkundig laboratorium van Philips, waar men tijdens de Tweede Wereldoorlog begonnen was met het repareren van röntgenbuizen. Bouwers begon het onderzoek aan röntgenbuizen en hoe men de röntgenstraling, de intensiteit van de röntgenstraling kon meten. Op dit onderwerp is hij in 1924 cum laude gepromoveerd aan de Universiteit van Utrecht bij professor Ornstein. Op het NatLab van Philips kreeg hij al snel een onafhankelijke positie en was hij de grote stimulator achter de ontwikkeling van de röntgentechniek bij Philips. In 1941 werd hij directeur van de optische industrie, de Oude Delft. En in die periode is hij ook 2 jaar buitengewoon leraar geweest aan de Technische Hogeschool te Delft. Bouwers zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de röntgentechniek, zowel binnen als buiten Philips, is enorm geweest. En hiervoor heeft hij vele onderscheidingen gekregen, waaronder een eremedaille van de RSNE en een eredoctoraat van de TH Delft.
Zijn naam komt voor op circa 150 octrooien. Hij heeft 4 boeken geschreven en was auteur of mede-auteur van ongeveer 120 artikelen. In de tweede helft van de 19e eeuw werd door de wetenschappers veel geëxperimenteerd met kathodestralen en verdunde gassen. Ook Wilhelm Röntgen experimenteerde hiermee. Op 8 november 1895 ontdekte hij tijdens een van zijn experimenten dat een scherm dat hij bestreken had met een lichtgevoelig materiaal oplichtte, terwijl de ontladingsbuis afgedekt was met een zwart karton. En omdat hij dit niet begreep, besloot hij om dit verder te onderzoeken. Anderhalve maand later, op 28 december 1895, deed Röntgen zijn eerste voorlopige mededeling met de titel Über eine neue Art von Strahlen. Hij stelde onder andere dat de X-stralen ontstonden als gevolg van het bombardement van de kathodestraal op het glas van de ontladingsbuis en ook dat ze niet afgebogen konden worden. Maar wat voor stralen het precies waren, dat kon hij niet verklaren. Opmerkelijk is verder dat hij slechts in één zin melding maakte van wat hij zag toen hij zijn hand tussen de buis en het scherm hield. Houdt men de hand tussen het ontladingsapparaat en het scherm, dan ziet men de donkere schaduw van de beenderen van de hand en de veel minder donkere schaduwbeeld van de hand zelf. En een paar weken tijd begon hij wereldwijd met de X-stralen te experimenteren. Pas 2 jaar later zou door Thomson vastgesteld worden dat de kathodestralen deeltjes waren met een zeer kleine massa en een zeer kleine negatieve lading, elektronen genaamd. En het zou nog tot ongeveer 1912 duren voordat wetenschappers aantoonden dat röntgenstralen net als licht en radiogolven een elektromagnetische golf was met een zeer korte golflengte. De buizen welke geschikt gebruikt werden voor het onderzoek met kathodestralen waren niet echt geschikt om röntgenstralen op te wekken. Er werden ook snel allerlei verbeteringen aangebracht. En als eerste kreeg de kathode een komvorm, zodat de kathodestralen in één punt gefocuseerd werden. Ook werd de anode uitgevoerd als een aluminium plaatje, waardoor er meer straling opgewekt werd. Het grote gevolg was dat er een enorme verbetering in de scherpte van de afbeelding plaatsvond. Verder werd de belichtingstijd, die normaal een half tot een uur kon duren, teruggebracht naar een aantal minuten. Voor het vastleggen van de röntgenbeelden werd in het begin gebruik gemaakt van glazen platen die bedekt waren met de lichtgevoelige emulsie. Ook werden er wel lichtgevoelig papier gebruikt. Dit alles werd verpakt in een cassette. Omdat die foto-emulsie niet erg gevoelig was voor röntgenstralen, werd hier later een scherm aan toegevoegd dat de röntgenstralen omzette in licht. En dat licht belichtte eigenlijk de film. Ook werd er snel gebruik gemaakt van doorlichtschermen om het röntgenbeeld te bekijken. Deze doorlichtschermen bestonden uit een glazen plaat waarop materiaal dat de röntgen gebracht was, dat de röntgenstralen omzetten in licht. De doordringbaarheid van de röntgenstraling, ook wel de hardheid genoemd, wordt bepaald door de spanning die over de ontladingsbuis stond. En de intensiteit van de röntgenstraling wordt bepaald door de stroom door de buis. Echter, bij de eerste buizen waren deze twee niet onafhankelijk van elkaar in te stellen en ze waren ook niet altijd constant. Daardoor werd de hardheid van de stralen vaak getest door de arts zelf, door zijn hand in de röntgenstralen te houden. Dit was uiteraard een gevaarlijke aangelegenheid en hier zijn ook heel veel artsen aan gestorven. De radiograaf van de Volkeren uit Vlissingen had hier echter een zeer elegante oplossing voor. Hij had een geprepareerde hand geplaatst in een raam, waaraan bevestigd was een handvat met daaromheen een loden afscherming.
De oplossing voor het probleem van het niet onafhankelijk van elkaar kunnen regelen van de spanning en stroom werd opgelost door de vacuümbuis van Coolidge, waarin elektronen vrijgemaakt worden door een wolframkathode te verhitten. Daardoor konden de spanning, de hardheid dus, en de stroom, de intensiteit, nu wel onafhankelijk van elkaar ingesteld worden. Vanaf 1920 was dit de standaard voor de röntgenbuis. In deze slide zien we hoe de eerste röntgenkamers eruit zagen. Het linkerplaatje is een oudere kamer dan het rechterplaatje, dat kunnen we wel zien. En dan zien we dat daar heel veel niet afgeschermde hoogspanningsdraden hangen. En ook dat de röntgenbuis alle kanten straling uit kon sturen. Dit had tot gevolg dat er zowel door de patiënt als door de arts veel ongewenste straling ontvangen werd. En een ander probleem was dat er ook in die kamer veel ozon ontstond. Het probleem van de ongewenste straling uit de röntgenbuis werd door Bowers opgelost. Met de introductie van de Metallics-buis in 1925. Bowers maakte het deel van de omheuling van de buis waar de straling opgewekt wordt van chroomijzer en de rest van de buis van glas. Dit was mogelijk door de goede verbinding van chroomijzer met glas, een idee dat door Holst, de directeur van een NatLab, in 1922 was gepatenteerd. In het chroomijzer was een opening met de venster gelaten, met een glazen venster gelaten, waardoor de straling naar buiten kon. Het glazen gedeelte van de buis werd omkleed met Pertinax cilinders. Voor de afscherming van de hoogspanning werd de metalen behuizing om de Metallics buis aangebracht. De hoogspanning werd toegevoerd door speciaal geïsoleerde kabels, welke voorzien waren van een flexibele metaalomhulling, die ook elektrisch verbonden waren met de buisomhulling. De buis werd verder aangesloten op een speciaal daarvoor ontwikkelde hoogspanningstransformator die gevoed werd met netspanning. Door toevoeging van twee tweepootjes maakte het geheel tot een klein, volledig veilig röntgenapparaatje, het Metallics Junior apparaat. Door al deze verbeteringen aan de buizen nam ook het aantal toepassingen toe, waaronder het onderzoek aan snel bewegende organen zoals het hart en de longen. Omdat slechts 1% van de toegevoegde elektrische energie omgezet wordt in röntgenstraling en de rest in warmte in de anode, moest hiervoor de warmtecapaciteit van de anode vergroot worden. Dit resulteerde in de eerste röntgenbuis met de roterende anode, de Rotalix. Buis, die door Philips in 1929 wordt geïntroduceerd. Door het roteren wordt de ontwikkelde warmte in de anode uitgesmeerd over een ringvormig segment, waardoor de warmtecapaciteit van deze Rotalix-buis 6 tot 8 keer groter werd. Nu kon in korte tijd een hoge röntgenintensiteit gegeven worden, met als gevolg een scherpe foto van snel bewegende organen. Toen na de Tweede Wereldoorlog de ontwikkeling van de röntgentechniek weer op gang kwam, kwam het focus meer te liggen op de röntgendetectoren. Vanwege de lage lichtopbrengst van het doorlichtscherm was het niet mogelijk om bij daglicht het röntgenbeeld te bekijken. Dat moest in het donker gebeuren. Om te voorkomen dat de röntgenoloog telkens zijn ogen 10 minuten aan het donker moest laten wennen, gebruikte hij vaak een speciale bril met wegklapbare rode glazen. Er moest dus gezocht worden naar mogelijkheden om de helderheid van het röntgenbeeld te verhogen. En de oplossing hiervoor werd gevonden door de röntgenbeeldversterker. De firma Westinghouse introduceerde deze in Amerika in 1952. En omstreeks diezelfde tijd kwam ook Philips als eerste firma in Europa met de röntgenbeeldversterker.
In de röntgenbeeldversterker wordt het röntgenbeeld omgezet in een elektronenbeeld, dat door een elektronenlens verkleind wordt afgebeeld op een fluorescentieschermpje dat het elektronenbeeld weer omzet in een zeer helder lichtbeeld. Het was een hele verbetering, maar voor het bekijken moesten verschillende soorten kijkoplossingen bedacht worden, waarvan we hier een drietal zien in de slide. Links een kijkschermpje, een kijkoplossing met een soort van periscoop en in het midden twee optische kijkoplossingen. Het kon dus nog beter. De oplossing was het gebruik van de televisiecamera. De eerste toepassingen van de televisie in de röntgentechniek vonden plaats in de Verenigde Staten van Amerika omstreeks 1848. Om diverse redenen was het niet erg succesvol. In de 50er jaren werd met een veel kleinere en op een ander principe gebaseerde televisieopneembuis geëxperimenteerd, maar ook deze buis bleek niet de ideale opneembuis voor de röntgenbeelden te zijn. De grote doorbraak vond echter plaats na de introductie van de Plumbicon-buis door Philips. Dit was een opneembuis die speciaal ontwikkeld was voor kleurentelevisiecamera's, maar ook uitermate geschikt bleek voor de röntgentelevisiecamera. Doordat het röntgenbeeld nu afgebeeld kon worden op een monitor, kreeg de radioloog veel meer bewegingsvrijheid bij het röntgenapparaat. Daarnaast ontving hij ook minder röntgenstraling, omdat hij niet in het verlengde van de stralenhang stond. Door de röntgentelevisie ontstond de mogelijkheid ook om meer applicatiespecifieke apparaten te construeren. Toen het omstreeks 1980 mogelijk werd om televisiebeelden met voldoende kwaliteit te digitaliseren en snelle processoren en beeldbewerkingstechnieken beschikbaar waren, was subtractie van röntgenbeelden de eerste toepassing met deze nieuwe technologie. Bij subtractie wordt een beeld zonder contrastmiddel afgetrokken van een beeld met contrastmiddel, waardoor de afbeelding van het contrast veel beter zichtbaar wordt. Deze techniek was al bekend vanuit 1933 en komt van de Nederlandse arts Sietses de Plantis. Subtractie wordt veel gebruikt bij het onderzoek aan bloedvaten. De digitalisering van de röntgenbeelden werd een feit. Het bovenste beeldje, röntgenbeeldje, toont de bloedvaten in een nier en het onderste röntgenbeeldje toont de bloedvaten in een van de hersenhelften. In het systeem op het rechterbeeld is de beeldversterker en de televisiecamera detector vervangen door een platte detector van 30 bij 40 centimeter. Hierin bevindt zich een plaat die het röntgenbeeld omzet in licht. En het lichtbeeld belicht een grote fotosensor die het direct omzet in het digitaal beeld. Met het digitaliseren van de röntgenbeelden zou ook de werkwijze in de radiologieafdelingen veranderen. Met de digitale beelden verdwenen ook de ontwikkelmachines, de grote fysieke archieven en de grote lichtkasten waarop foto's geplaatst werden om bekeken te worden en de diagnose gesteld. De eerste stap was vaak een werkstation, maar door de steeds snellere ontwikkeling van digitale geheugennetwerken werd dit werkstation niet over erg lange tijd gebruikt. Het beeldarchief is nu op nagenoeg alle plaatsen in het ziekenhuis toegankelijk om beelden op te roepen en om beelden te bekijken. Zowel in de interventiekamer als in de kamers waar de diagnoses gesteld worden. In 1972 stond de röntgenwereld op zijn kop toen EMI de door Hounsfield ontwikkelde computertomografie-scanner toonde, CT-scanner. Een compleet andere methode om met behulp van röntgenstralen beelden van dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam te maken. Hierbij wordt een röntgenbuis en een detectorboog met zo'n 600 detectoren die tegenover elkaar bevestigd zijn om een patiënt geroteerd.
En tijdens deze rotatie wordt in een groot aantal verschillende hoekposities de geabsorbeerde straling gemeten. En met behulp van een algoritme wordt deze data in de computer tot een beeld gereconstrueerd. De eerste scanners waren hoofdscanners. Maar voor het eind van de 70er jaren worden alle scanners total body scanners. In het begin kostte een plak scannen 4 tot 8 seconden. En de reconstructie van een beeld duurde wel 20 seconden. Nu roteert de buis detector combinatie met 2 omwentelingen per seconde. En kunnen er tot 256 plakken in één rotatie gemeten worden. In zeer korte tijd wordt nu een groot volume gescand waaruit verschillende doorsneden gereconstrueerd kunnen worden. Zelfs verpruntjesystemen waarbij de buis en de detector om de patiënt kan roteren, kunnen tegenwoordig ook CT-scans gemaakt worden. In de plaatjes op de slide zien we een dwarsdoorsnede van een hoofdscan. We zien een dwarsdoorsnede van een heup die gebroken is. En in het rechterplaatje zien we de enorme mogelijkheden die de beeldbewerkingstechnieken op dit moment toestaan om allerlei doorsneden en specifieke organen te reconstrueren en apart zichtbaar te maken. Dankzij technologische ontwikkelingen is er ondertussen een uitgebreid pakket aan beeldvormende mogelijkheden om het menselijk lichaam te kijken. Hieronder ultrageluid, MR-scanners, gamma-camera's en PET-scanners en endoscopen. De röntgentechniek waarmee 125 jaar geleden de medische beeldvorming begon, wordt echter nog steeds het meest toegepast en is nog volop in ontwikkeling. Wilt u over dit en andere thema's meer zien en horen? Breng dan in bezoek aan het Philips Museum.